Hoi, ik ga je laten zien hoe je jouw eigen gemaakte game op een GitHub repository website zet. Het is mijn game, ik heb mijn Qt Creator gemaakt, maar het maakt niet zoveel uit waar je het in maakt. Hij zegt, kei gaaf. Nou, deze wil ik op een website zetten, want je kunt wel met USB-sticks de hele tijd rond gaan lopen, maar als je internet hebt, kun je het net zo goed op GitHub. Nou, dan gaan we natuurlijk nu op GitHub. GitHub, ik ben ingelogd, dat is belangrijk. Daarom staat mijn hoofd hier, daarom staan hier allemaal dingen. Ik ga een nieuwe GitHub website maken, dat wordt een repository genoemd. Ik klik op nieuw repository. En nou moet ik de repository naam geven, die heb ik ook gewoon keigaaf. Dit is mijn Qt Creator Game. Keigaaf. Dat is de omschrijving. Dit is de naam, omschrijving, public. Dit is handig om aan te klikken. Dan komt er een eerste bestand. De README komt er dan. En deze twee zal ik het niet over hebben nu. Create repository. En we hebben onze GitHub website gemaakt. Kijk gaaf. Nou, deze website moet op de harde schijf komen. Want daar staat de game. Nou, met clone or download kun je hier de URL krijgen. Die copy-paste ik. Of je kunt hem hier klikken, waar je maar wilt. En dan gaan we naar een terminal. En nou gaan we dit ding. Ik doe even in GitHub, dat is mijn website voor GitHub. Hier klonen we onze nieuwe website. Kei gaaf. Je ziet het pas niet allemaal op één regel, dat maakt niet zoveel uit. En nu heb ik een plek op mijn harde schijf, die heet Kei gaaf. En die is nog leeg. Want ja, logisch, er staat nog niks in. Maar ik heb ook de game. Ik weet waar die staat. Die staat namelijk hier. Nou, wat ik dan ga doen, is ik ga al deze bestanden kopiëren naar de keigaaf GitHub website. Ik weet dat je deze niet hoeft te kopiëren, dus die delete ik dan. Nu heb ik het op harde schijf veranderd. Als ik nu in keigaaf in de Git versie ga, kan ik ook de bestanden nu zien. Als ik met Git status toe, zegt Git ook van, hey, je hebt allemaal bestanden toegevoegd. Ik zeg ja, dat heb je goed gezien. Ik ga alle bestanden toevoegen. De commit messages zijn code van spel toegevoegd. Dan doe ik git push. Misschien moet jij nu een paswoord ingeven. Ik heb dat anders ingesteld, dus ik hoef dat niet. Nou staat onze code, als ik nu op refresh druk of op F5, staat onze code hier. En vanaf nu kunnen we dus altijd op elke computer kunnen we onze code downloaden, klonen, downloaden, aanpassen en uploaden weer. Nou, ik hoop dat je hier heel veel lol van gaat hebben, want je hoeft geen USB-sticks meer te slepen. Nou, dan wens ik je voor de rest een hele fijne dag. Houdoe!